Welcome, this is the energy vibration laser. For the scorpion, it's your sun, moon, and rising sun. It would best for the circle, but don't for the stone, but don't for the positive energy vibration. And this week is the 20th week when Yuli, the week begins from of October 14. Now it is a zeer positive week met geluk and financial stability. This is good. Sommige van jullie die had een relatie met een waterman, weeskal of tweeling, je draait je rug naar deze persoon en je gaat vooruit met een stiermaak of steenbok persoon. Vanwege dat je realiseert dat deze persoon iets deceptief gedaan. Je hebt en je komt achter de realisatie dat deze persoon iets deceptief gedaan en je besloot niet meer in aanraking te komen met deze persoon. Als je was in een relatie met deze persoon, je draait je rug om deze persoon en je kijkt vooruit en je gaat towards een stiermaak of steenbok persoon. En daar is de richting dat je draait op. Deze persoon laat je achter jou en je gaat vooruit gaan in je leven met de stiermaak of steenbok. That was an issue that was here. Sommige van jullie come out of a situatie, maar dat was echt. You come out of a situatie, maar je hebt een paar moeilijkheden om over te lopen. En het is goed omdat je gaat best wel goed over deze moeilijkheden overlopen. En het wordt positief voor jou. Oké, het is de beste beslissing wat je hebt gedaan. Geluk komt voor jullie. Het is een gelukkige week voor sommige van jullie. Succes komt voor jou en je winst en droom komt uit over work. Oké. Dus als je was van plan om een nieuwe band te starten en dat soort van ding, het is de juiste richting. Als je heeft opgezocht een nieuwe wonen, een nieuwe plaats te gaan wonen, yes, het gaat gebeuren. Een nieuwe start komt best wel voor jou in een positive alignment van energies en dit is best wel goed. Als we gaan even kijken, daar was een project, een issue met een project voor sommige van jullie. Dat was niet goed gelopen, maar jullie dames, dat had een project dat was niet goed gelopen. Je kreeg best wel goed nieuws dat een nieuw aanbraak en een nieuw aanraken help komt in. Dus jullie jonge dames dat hebben zichzelf gestart en zo. En het lijkt niet als het gaat lukken. Yes, het gaat lukken. Dus als je vraag in deze week, whatever de vraag is, is een yes. Oké. Je project gaat nou goed lopen. Goed nieuws komt binnen voor jullie dames. Dus geef niet op. Het gaat best wel goed. Sommige van jullie gaat achteruit vinden dat daar was some deceptiveness tussen u en een ramleier of een boodschotterman. En sommige van jullie had geholpen voor een nieuw start met deze persoon, maar het gaat niet lukken. Het is niet, het was niet zo te lopen. Deze persoon is niet eerlijk. Deze persoon heeft iets deceptief gedaan. En je komt daarachter of je gaat daarachter komen. En daar komt geen nieuwe start tussen u en deze persoon. Dus soms verdriet komt, maar ja, soms willen wij dingen aan onze gids realiseren dat het is niet goed voor ons. En zo werkt het eigenlijk. There is definitely success that gaat voor sommige van jullie. Als je bent op zoek naar je droomhuis, als je hebt aangeboden aan een huis, een flat of een appartement, ja, het komt binnen voor jullie. This is a zeer positive energy voor mensen die hebben zijn eigen zaak. Succes komt binnen voor jullie en heel veel geld voor deze succes. Sommige van jullie, als je vader
is a steer, Marco Steenbok. Hij wil reconnect en even een goede relatie met jou gaan opbouwen. Dus als je vader was steer, Marco Steenbok, die wil reconnect en dan gaat ze een nieuwe relatie met jou opbouwen. Sommige van jullie had een issue met een jongeman, dat is een steer, Marco Steenbok. Het is van een vorige leven en je zoekt even balance te vinden met jij en deze persoon, omdat deze persoon komt vanuit een vorige leven en deze persoon wil samen met je gaan werken, maar het is zoiets als jij wil daar niks van hebben. Okay, whatever the issue was tussen deze persoon is in de omgekeerde, zeg maar, deze persoon is niet eerlijk met zichzelf, naar met anderen, en dat is de reden waarom. De kruining van je week heeft mee te maken met de energie van de dove. Deze energie van de dove, je loopt weg, je draait jezelf weg en je gaat vooruit, voluit. En je laat deze issue en situatie achter jou. En je gaat volop vooruit gaan lopen. In een positieve richting in je leven. En dat is best wel goed. Als we hebben de twee laatste kaart. Kaart 1, kaart 2. En je hebt de energie van de eiland van geld. Dus sommige van jullie echt, als je hebt een zaak en je dacht dat je project of je zaak loopt niet of gaat niet lopen, succes, onverwacht succes komt naar jullie in deze week. Je zaak gaat vol oplopen in een zeer positieve manier. Dan hebben wij de energie van geluk, geluk, geluk. Sommige van jullie gaat echt goed in je veld voelen in deze week. Vanwege door een bepaalde obstakel is van je weg uit. En dit is best wel goed. Dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve week. Namaste, tot de volgende keer.